Dag dames en heren, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Lego Adventkalender video. Dag nummer 16. Yes, 16 dagen zijn we al dichter bij kerst. Hè? 25 december dan. Goed, dit zijn de vakjes en we gaan op zoek naar nummer 16. En mijn gevoel zegt dat die ergens hier zit. Heb ik het goed gegokt? Ja, nou toevallig zeg. En nummer 16 heeft dus weer een object. En ik ben benieuwd, wat is het? Het is een soort van... Het is weer een vliegtuig. We hadden vorige keer die helikopter. En nu een soort van miniatuur vliegtuigje. Best wel schattig. Dit zijn objecten die we hebben. En laten we gaan bouwen. Nee, ik vind het een beetje een cliché dat je zeg maar een vakje opent. Dan zit er een object in. En zeg maar twee vakjes later, dan krijg je weer een object wat daarmee matcht. Dus bijvoorbeeld een poppetje en dan kom je later weer eenzelfde poppetje tegen met een ander item in zijn hand. Of dan krijg je bijvoorbeeld een boom en dan krijg je daarna een lantaarnpaal. Het lijkt een beetje op elkaar, dat vind ik jammer. Ik vind het jammer dat ze niet het lekker een beetje meer hebben gevarieerd zeg maar, qua objecten wat verder uit elkaar. Dus niet zeg maar dat er maar 2 of 3 dagen tussen zitten, maar dat er bijvoorbeeld 10 dagen tussen zitten. Dat lijkt me wel veel leuker dat ze dat volgende keer anders aanpakken. Maar het is hun keuze en ik bemoei me er voor de rest ook niet mee. En ze moeten lekker doen wat ze willen natuurlijk. Dan gaan we deze hier plaatsen. Het is echt allemaal miniatuur. Ze kunnen ook niet natuurlijk een compleet vliegtuig inbouwen. Want dan was ik sowieso geen €32 kwijt. Maar dan was ik waarschijnlijk gewoon €100 kwijt. Want die vliegtuigen los van Lego die zijn ontzettend duur. Het is allemaal duur. Echt niet normaal. Het wordt ook nooit meer goedkoper zeg maar. Lego blijft gewoon altijd duur. Wauw. Ziet er wel vet uit. Zo mensen, ik ben hartstikke scherp vandaag. Scherp opgemerkt, jongens. Scherp. In ieder geval, dit is hem. En dit was het item. Volgende keer zijn we bij je terug. Weer heb ik dan geen kersttrui aan. Maar zo is het op zich ook leuk, toch? Tot de volgende keer. Doei.